Jules Weidenbos, voorzitter van de presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel, zegt dat het nooit is voorgekomen dat een kiesstelsel is gewijzigd met medezeggenschap van de partijen die aan de verkiezing hebben deelgenomen. Weidenbos zei dit gisteren tijdens een persconferentie op het kabinet van de president over het eindrapport evaluatie van het Surinaams kiesstelsel. Deze persconferentie is belegd naar aanleiding van de vele kritieken vanuit de politieke partijen op de voorgenomen wijzigingen. Weidenbos zei verder dat het geenszins waar is dat de regering kort voor de verkiezingen van 2020 met de wijzigingsvoorstellen komt. Het is niet zo, benadrukt Weidenbos. De discussie heeft lang plaatsgevonden. En ik ga u straks aangeven welke partijen hebben geparticipeerd aan de discussie en hoe lang de discussies, de consultants hebben geduurd. En hoe vaak de partijen bij elkaar zijn gekomen. En er zijn presentaties op presentaties gehouden. Om uiteindelijk het eindrapport te presenteren aan de regering. Anders dan het in het verleden gebeurt. En ik werp me direct op de verkiezingen van 1963 en 1966. Omdat toen, 2 maanden voor de verkiezing, of 3 maanden voor de verkiezing in 66, 28 december werd in 66 de verkiezing, de wijziging ingebracht. En in maart werd de verkiezing gehouden. Zonder raadpleging van welke politieke partij dan ook, het waren de mensen die het voor het zeggen hadden in de regering, die hebben besloten dat het kiesstelsel om politieke redenen moest worden gewijzigd. Weidenbos zei verder dat alle 17 politieke partijen aan de eerste informatiebijeenkomst hebben deelgenomen. Na die bijeenkomst heeft de commissie aan de partijen gevraagd te reageren op bepaalde zaken die naar voren zijn gebracht. 9 partijen hebben schriftelijk hun bijdrage geleverd, zegt Weidenbos. De NPS, moet ik zeggen, heeft ook schriftelijk gereageerd, maar daarna om andere reden niet bekend bij de commissie, heeft bedankt voor verdere deelname. De schriftelijke bijdragen zijn door 9 partijen ingediend. De data van consult met al die partijen, 22 juli 2016, algemene bijeenkomst. Periode 11 augustus 2016 tot februari 2017. In die periode hebben we individueel met de partijen in verschillende sessies gepraat over hun zienswijze over bepaalde onderdelen van dat kiessysteem. En we hebben daar geluisterd en zaken ook meegenomen in de verdere discussies van de commissie. Jules Weidenbos, voorzitter van de presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel, gisteren tijdens de persconferentie over het eindrapport van de evaluatie van het Surinaams kiesstelsel.